Het gebouw zal gebruikt worden door opleidings van uniform beroepen, zoals bijgelijks de politie en het leger. Hier konden de leerlingen voor het eerst kennis maken met haar nieuwe onderkomen. De meesten binnen er goed over te spreken. Maar dat het gebouw duurzaam en circulair gebouwd is, zei haar minder. Ik ben er niet echt mee bezig, maar ik vind wel dat het mooi is gemaakt en dat het ook nog goed voor het milieu is. Dat is dan alleen nog maar beter, denk ik. Eerlijk? Ja, gewoon maar ik. Ja, we willen gewoon een goede spullen hebben uit Sparten. ROC Friese Poort staat op het standpunt dat de squallen een voorbeeld wijzen maat van jongeren. En daarin mij in deze tijd dwarsemens en circulariteit net meer ontbreken. ROC Friese Poort wil natuurlijk voorop rennen in ontwikkelingen. En wij zijn eigenlijk bij onze nijbouw van alle locaties ben we altijd bezig om voortdurend weer te verbeteren. En toen de plannen er weer voor dit nieuwe gebouw, hebben we ook proberen om nou weer de latten nog een keer heger te lezen. Als het gaat om dwarsemheid. Circulariteit is overal te vinden. Het fietsenhak besteedt uit ballastien, uit het romp van het in 2000 Jochen Arbaande zielskip Prins Willem. De dwarren komen uit de vlieën van vrachtschepen en het dak is belijmd met oude skipsloeken. De bregen naar het oefenterrein is maken van oude legerpontons. De dwarren in het gebouw binnen maken van vluchtgroeiend bamboe. En in en om het hele gebouw binnen materialen en installaties broekt die in de toekomst Utelkoor schroeft en op een nieuw broek willen kennen. De bouwtechniek is dusdanig zo dat, dat we echt aandacht besteed hebben aan demontabele verbindingen in het gebouw. Die laten we echt zien. Het gebouw besteedt voornamelijk uit natuurlijke materiaal. Materiaal die kredel te kredel certificeerd binnen. Dat betekent dat materiaal bestaat uit natuurlijke grondstoffen. En we gaan zien naar de herbruikbaarheid van bestaande materiaal. Zowel voor de squallen als de architect is circulair en dwarsem bouwen een ontdekkingsreis. Maar willen je dat alle belutsenen inlouwen? We lezen de lot iedere keer weer heger voor uzelf en we zullen zeker dit in de toekomst echt aanpassen, want volgens mij is circulair bouwen, het had wel echt de toekomst. Wij maken ook gebouwen die ik toekomstbestendig binnen en bruikbaar binnen voor de komende generaties, die met de Rikma uit de futten kennen.